nu. Ja, de muziek staat altijd aan, hè? Non-stop, maar ik kan dat ding van weken eeuwig aanstaan. Ik heb net een passievrucht op, denk ik van. Ja, ik weet wat heeft passie nou met een vrucht te maken, maar deze is echt, echt lekker, weet je, ook voor in de thee. Nou ja, gewoon een appel genomen en een mandarijn en nu ga ik het even wegbrengen en weggooien en dan even kijken of ik nou wat anders heb, want het is best wel veel fruit wat ik krijg van de voedselbank, hoor. Heel eerlijk zeggen, complimenten van aan de voedselbank. Ze hebben het heel goed geregeld en ook die zoveel meter afstand houden. Nou ja, dat komt gewoon goed. Ik breng het even weg. En niet van de muziek. Zou ik zeggen. Sorry, dat heb je met die telefoon, hè? Er stond nog wat aan. Als alles op de telefoon zit, dan is het gewoon heel vervelend. Dan kan ik weten eigenlijk meerdere hebben. Ik heb dit bij de voedselbank gekregen, een peer. Maar het is geen normale peer, het is een appelpeer. De vorm van een appel. Wat is dat nou? Asian peer, Aziatische peer. Komt uit China, made in China. Nou, weet ik niet of het nou wat is. Nou, als het plastic is, dan is het wel wat. Nee. Ik moet zeggen, echt waar, ik moet gewoon iemand in huis hebben ook. Gewoon die ook bepaalde dingen opruimt als ik bijvoorbeeld wegga of ook hier bezig ben. Maar ja, er was ook een goede vriend. En die kan ook niet komen, want die heeft last van zijn longen. Ja, kijk, daar gaan we al. Hè. Als je last van je longen hebt, net zoals mijn tante, dan moet je heel erg uitkijken. Vooral. Nou ja, als het weer echt zo overgaat hè, en overslaat, dan kan je natuurlijk ook verkouden worden. Want als het nou opeens dit weekend zo warm wordt, dan heb je ook kans dat je verkouden kan worden. Dus dan moet je ook extra uitkijken. Dus het is nou even proef hoor. Blauw. Dit is blauw. En dit is een merk. Ik weet ook niet wat voor vrucht het is, ik ben het alweer kwijt als ze dat zeiden. Maar in ieder geval, wat ik zei, het is al uitkijken geblazen. Nou ben ik dus ook door mijn spullen aan het heen gaan telkens. En sommige dingen gaan de laatste tijd een beetje mis. Nou wilde ik vandaag ook naar Zeeland toe en bij mijn ouders een doos wegbrengen met goederen voor de kringloopwinkel. Maar ja, dan zou ik het adres opschrijven en dat heb ik weer vergeten. We hebben het gisteravond niet goed doorgegeven en gaat het weer mis. Maar ik ga natuurlijk ook nog fietsen hier zo in de omgeving, want het is best wel mooi weer en dan heb ik gewoon de muziek mee. En, ik weet niet hoor. Nee, er zit echt geen smaak aan dit. Nee, ik weet.
Nee. Nou, het lijkt wel, of de kroten sap in zit, maar. Nee. Nee, die kan me beter weggeven aan iemand, maar ik weet niet wie, ze wil hebben. Ik kan ze ook niet opsturen. Nou ja. Eigenlijk had ik een fiets, eigenlijk een ander shirtje. Dit is net een beetje te dun. En ja, ik weet niet wat die window doet. Het is gewoon heel verraderlijk weer. Want het lijkt warm, maar als die koud buiten en die koelt, ik weet niet hoor. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Echt heel moeilijk met die kleding. Ik weet niet hoe anderen dat doen, maar ik denk soms echt van, nou, laat maar. Ik heb even wel andere dingen aan mijn hoofd. Zoals opruimen, opruimen en bezig zijn en klussen en opruimen. En schuiven en schoonmaken in de keuken. Ja, huishouden vraagt echt veel werk. Meer dan dag. Nee, ik kan beter een appel nemen. Nee, sorry. Dat nou. Fietsbroek vergeten, maar dan doe ik er gewoon wat anders onder die fietsbroek. Gewoon een dikke panty gewoon. Of heb ik nog een thermoding, ook nog. Ik weet niet, ik heb alleen laatst tijd heel erg last van mijn knieën helaas en mijn benen. Ik heb ook net een paar workout oefeningen gedaan, maar dat, ik vind gewoon de sportschool is gewoon veel leuker. Dingen hier in huis doen, dat gaat snel vervelen. Het wordt al heel erg lang aangekondigd hoor, dat je sportdingen thuis kan doen, maar het is eigenlijk gewoon leuker met z'n allen in de sportschool. Dan heb je sociale contacten en dat valt nu helemaal weg, helaas. En aangezien ik wel een bepaalde tijd ook heb voorbereid, want ik voelde al lange tijd dat iets zou gebeuren, ben ik wel een beetje op dit ingespeeld. Maar bepaalde dingen zoals doorstroming en ja, dat ik geen auto heb, dat is gewoon vervelend. Ik ben de hele tijd afhankelijk van het OV. Ik ben wel gewend natuurlijk die aansluiting van om dan door te lopen van de ene naar de andere bus te lopen. Is natuurlijk wel een goede aansluiting, maar toch. Dan denk ik van ja. Nou, dan gaat het weer mis met die kringlopen gedoe. Maar deze appel smaakt veel beter. Ja. Ik voel die wind al in naar binnen komen. Maar ik kom niet. Hallo. Nou, ik hoop dat iedereen zich een beetje vermaakt. En ja, dat niet alleen, ook gewoon natuurlijk gezond blijft. Ja, en aangezien er geen toeristen naar Zeeland mogen komen, is het wel erg rustig. Maar ja, ik heb er geen last van, ik zit al op de fiets. En als ik niet op de fiets zit, dan zit ik weer in de tuin. Dus dat is niet het probleem eigenlijk om te vervelen, maar het is soms wel vervelend om dezelfde dingen te sleuren te hebben. Ja, hier in huis. Ja, oh, ligt dat weer omver. En dat weer opruimen. Dat is heel de tijd schuiven. Nou, dat ook weer vind ik met de computer bezig ben. Eindelijk op de computer. Een beetje stropen. Nou, kijken hoe het werkt. Nou, nog een rondje fietsen. Nou, voor je het weet is de middag ook zo weer om. En dan is het weer reistijd. En dan is het weer naar Zeeland toe. En dan is het weer avond. Maar als het avond is, kan je ook verder weinig noemen. Ja, daglicht is altijd het beste om dingen te doen. Of op te ruimen. Om het veel beter te zien. Volgens mij zit er niet moe. Het is waarschijnlijk zuur. Maar ja, in ieder geval. Ik ga even door, dus ik even de uitzending gewoon stop. En in ieder geval, fijne dag.
Voor de rest even, deze week even geen reviews van kouste gedoe allemaal. Even niet. Ik heb toch fietsplein die daar leeg en alles. Alles op elkaar. Is goed. Doe wel fijne middag. Fijne dag.